De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadien, heeft gesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbenden van het bedrijfsleven over de normalisatie van de economie. Vanwege de coronacrisis liggen verschillende sectoren, zoals de transport en de horecasector, stil. Samen met deze sectoren is er onder andere gesproken over protocollen die ertoe moeten bijdragen dat de burgerij ondanks het openstellen van deze sectoren veilig is. Nou, laat het duidelijk zijn dat wij gisteren zondag hebben vergaderd en overleg gevoerd met een aantal sectoren, vertegenwoordiging van sectoren, bijvoorbeeld de VSB, ASFA, de bus- en boothouders, de casinohouders, dus de gamingboard, maar ook de recreatieorde, horecasector. In elk geval een hele brede sector. En we hebben geluisterd naar de sectoren wat betreft de input aangaande de COVID-maatregelen. Hoe we verder als gemeenschap, als Suriname, verder moeten met COVID. De minister zei verder dat de verschillende sectoren zich bereid tonen om de protocollen die zijn ontwikkeld door de regering in acht te nemen. We hebben intussen meer dan 15 tot 16 protocollen geproduceerd voor diverse sectoren. En reeds zijn we in overleg ook vanuit het ministerie met de diverse sectoren om na te gaan in de praktijk hoe bereid de diverse sectoren zijn om volgens het nieuwe normaal dan volgens de protocollen te werken. En één ding mag ik u wel zeggen, dat de sectoren dus hun argument hebben aangehaald, ook aangegeven hoeveel verliezen zij leden, welke impact de maatregelen hebben die wij hebben genomen op hun ondernemingen en in hun sectoren. Vaak gaat het om het financiële, maar niet iets daarover, ook nog de ontwrichting die je in de maatschappij ziet. U weet dat er maatregelen zijn afgekondigd door de regering. En de vraag is dus toen gesteld hoe wij verder gaan met het COVID-traject. Gaan wij beginnen te versoepelen? U moet weten dat wij als regering ook een presentatie hebben gegeven over de cijfers, de COVID-cijfers, qua positieve en aantal infecties, ook ziekenhuisbezettingen. En we zien inderdaad een licht dalende trend, wat natuurlijk een goede ontwikkeling is in het beheersbaar houden. We zien ook een lichte daling in onze bezetting van de ziekenhuizen. We zien een beetje ruimere IC-capaciteit. We zien dus een aantal ontwikkelingen die wel gunstig zijn. We gaan naar een stukje normalisatie. Over de gesprekken die gevoerd worden met de verschillende sectoren in Suriname om over te gaan tot normalisatie van de economie.